Goedendag, welkom bij de webinar GS1 DataSource, het datakwaliteitprogramma. Tijdens deze webinar zullen de volgende punten worden doorgenomen. Het datakwaliteitprogramma, het controleproces en aan de slag met een demo in mijn GS1. GS1 DataSource, het datakwaliteitprogramma. Waarom ook alweer investeren in datakwaliteit? Ten eerste voor uw klanten. Uw klanten verwachten goede productinformatie. Zowel de retailer als de consument. En datakwaliteit is dan ook een voorwaarde om te kunnen leveren. Ten tweede de etiketinformatie voor online. Zonder goede data wordt het product niet gevonden en dus ook niet gekocht. En daarnaast is foute data een afbreekrisico voor uw merk. Alle data die u invoert in de GS1 DataSource wordt direct zo overgenomen op bijvoorbeeld de webshop van een supermarkt. Daarom is het erg belangrijk dat alles goed wordt ingevoerd, zodat het etiket in de winkel exact gelijk is als het etiket online. En als laatste blijft de behoefte aan productdata groeien, waardoor de datakwaliteit nog steeds heel belangrijk is. Sinds 29 maart zijn we overgegaan op een simpeler en betrouwbaarder datakwaliteitprogramma. Dit houdt onder andere in dat er meer duidelijkheid is over het controleproces, een betere ondersteuning voor nu en in de toekomst, en een hogere betrouwbaarheid van productdata in de GS1 DataSource. Dan het controleproces van het datakwaliteitprogramma. Wij voeren verschillende soorten controles uit. GS1 zelf voert systeemcontroles uit, die onder te verdelen zijn in logische validaties en de allergenencheck. En de Data Management Service, afgekeurd DMS, voert fysieke controles uit. De systeemcontroles kunnen wij zelf uitvoeren zonder dat wij het artikel fysiek hebben. Dus dan checken wij bijvoorbeeld of alle verplichte velden zijn ingevuld. En de DMS-partij die controleert aan de hand van het fysieke artikel en het fysieke etiket of alle informatie correct is ingevuld. Voor een logistieke controle controleren zij bijvoorbeeld of de afmetingen en de gewichten correct zijn ingevuld. En voor een etiket controleren ze of bijvoorbeeld alle ingrediënten, allergenen en nutriënten wel correct zijn ingevuld. Er zijn twee opties om de controles uit te laten voeren. Je kan de data zelf in de datasource opvoeren en laten controleren door een DMS-partij. Of je kan de data-invoer laten doen door een DMS-partij. Dat houdt in dat je een vastlegovereenkomst afsluit met de DMS-partij. En dan zal de DMS-partij ervoor zorgen dat alle data of direct in de GS1 DataSource wordt ingevoerd of in een Excel-template die u vervolgens zelf kunt uploaden. Er zijn 5 DMS-partijen gecertificeerd om de controles uit te kunnen voeren. U bepaalt als leverancier zelf welke DMS u de controles wilt laten uitvoeren. De DMS-partijen die gecertificeerd zijn op dit moment zijn F3, Foodbyte, Nielsen Brandbank, Extract en World of Content. Het controleproces voor het datakwaliteitprogramma ziet er als volgt uit. Als leverancier voert u de gegevens in de GS1 DataSource. Zodra u een nieuw artikel aanmaakt of een artikel wijzigt, zult u een oproepcontrole ontvangen die zichtbaar is in mijn GS1. Daarnaast ontvangt u ook van uw DMS-partij bericht dat het artikel gecontroleerd dient te worden. Vervolgens gaat de DMS-partij het artikel controleren en als alles is goedgekeurd ontvangt u een goedgekeurd rapport. Mochten er nog fouten in de data zitten, dan ontvangt u van de DMS-partij per e-mail een afgekeurd rapport en dan dient u deze aanpassingen door te voeren in de GS1 DataSource. Na deze aanpassingen dient u het artikel op te slaan en opnieuw te publiceren en zo kan de DMS-partij de hercontrole van het artikel uitvoeren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op het moment van de ingangsdatum het artikel is goedgekeurd. En u ontvangt 5 weken voor de ingangsdatum een oproep voor de logistieke controle en 3 weken voor de ingangsdatum een oproep voor de etiketcontrole. Wat genereert een oproep voor een fysieke controle? Het invoeren van een nieuw artikel op basis van de ingangsdatum wat ik net al aangaf, maar ook het wijzigen in de gegevens van een bestaand artikel. Als een artikel wordt gewijzigd in een van de velden die u nu deels in beeld ziet, u kunt deze velden ook op onze website terugvinden, dan dient u deze opnieuw te laten controleren. Dus stel een artikel is goedgekeurd, maar een paar weken later past u bijvoorbeeld het bruto gewicht aan, dan zult u een nieuwe oproep voor logistieke controle ontvangen.
En dat geldt ook voor de etiketcontrole. Als u bijvoorbeeld de merknaam aanpast of het alcoholpercentage, dan ontvangt u ook een nieuwe oproep voor controle van ons. Er zijn ook uitzonderingen wanneer artikelen niet gecontroleerd hoeven te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor pallets, voor emballageartikelen, dus bijvoorbeeld een fust of een krat of een frisdrankfles. Huismerkartikelen van bepaalde retailers hoeven de huismerkartikelen, de etiketteninformatie niet opgevoerd te worden en dat hoeft dan ook niet gecontroleerd te worden. Verder hoeven displays niet gecontroleerd te worden, bulkartikelen, onverpakte AGF-artikelen en actieartikelen. Mocht u nou voor een van deze artikelen toch een oproep voor controle ontvangen, neem dan even contact op met uw relatiemanager. Dan kunnen wij even kijken of er misschien in de GS1 Datasource een veld verkeerd is ingevuld, waardoor u toch een oproep voor controle ontvangt. Sommige artikelen zijn ook al automatisch betrouwbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor groothandelsartikel, standaardartikelen. Een standaardartikel kunt u bijvoorbeeld denken aan een blikje frisdrank die altijd dezelfde afmetingen heeft. Referenten. Referenten zijn als er artikelen, een groep artikelen zijn die dezelfde afmetingen en verpakkingstypen hebben, dan hoeft er maar één van die artikelen gecontroleerd en goedgekeurd te worden door de DMS-partij. Zodra dit artikel is goedgekeurd door de DMS-partij, worden alle overige artikelen met dezelfde afmetingen en verpakkingstypen ook automatisch goedgekeurd. En daarnaast, zoals ik net al aangaf, als u artikelen laat vastleggen door een DMS-partij, hoeft het ook niet meer gecontroleerd te worden. Dan datakwaliteit aan de slag. Op onze website hebben wij een aantal trainingen en video's die u kunt bekijken. U kunt bijvoorbeeld een training volgen om te kijken hoe u een artikel kunt aanmaken, maar u kunt ook video's terugkijken, hoe bijvoorbeeld een artikel wordt aangemaakt of hoe een artikel wordt gepubliceerd. U kunt dit allemaal op onze website terugvinden. Daarnaast hebben wij ook op onze website een Attribute Explorer, waar u precies van elk veld kunt zien wat er ingevoerd dient te worden en wanneer het ingevuld dient te worden. Ook kunt u bijvoorbeeld zien of het alleen op een consumenteenheid ingevuld dient te worden of ook op bijvoorbeeld een omdoos of een pallet. U kunt voor uzelf een inlogaccount aanmaken, een gratis inlogaccount, en dan kunt u hier altijd inloggen om de juiste informatie terug te vinden over de veldinvoer. Dan de meetregels. De meetregels voor consumenteenheden kunt u ook terugvinden op onze website. We hebben een uitgebreid document waar alle meetregels in terug te vinden zijn. Maar de belangrijkste regel is altijd dat je eerst de voorkant van een artikel bepaalt. En de voorkant van een artikel is de kant met de grootste marketinguiting. Vervolgens kunt u de hoogte, de breedte en de diepte bepalen. Er zijn ook uitzonderingen en die kunt u allemaal terugvinden in de meest voorkomende meetregels. Voor handelseenheden geldt er één belangrijke regel en dat is dat de diepte altijd groter dan of gelijk aan de breedte dient te zijn. Dit geldt voor alle handelseenheden, dus bijvoorbeeld voor een omdoos, een display en een pallet. In de GPC-browser kunt u de juiste GPC-code vinden. Een GPC-code is een productclassificatiecode die u bij elk artikel dient in te voeren. Voor het ene artikel zal het misschien heel makkelijk zijn om de juiste code te vinden, maar soms is dit ook wat lastiger. U kunt dan altijd gebruik maken van de GPC-browser. Dan kunt u bijvoorbeeld een trefwoord invoeren, zoals u hier snoep ziet. En dan ziet u vervolgens de verschillende mogelijkheden. Als u op een van de BRIC-codes klikt, kunt u vervolgens zien wanneer een artikel wel onder een bepaalde GPC-code valt en wanneer niet. Ook geldt hiervoor dat mocht u twijfelen over de juiste code, u altijd contact kunt opnemen met onze customer support. En dan alles over het datakwaliteitprogramma kunt u terugvinden in Mijn GS1. Dit zal ik zo ook uitgebreid aan u laten zien. U kunt onder andere terugvinden de oproepen voor controles, de datakwaliteitsscore, de statussen van controles door de DMS-partij en de resultaten van systeemcontroles. Dan ga ik nu inloggen in Mijn GS1 om het tabblad datakwaliteit aan jullie uit te leggen. Wanneer u in Mijn GS1 naar het tabblad datakwaliteit gaat, dan komt u hier terecht in het tabblad scoren. In het tabblad scoren kunt u dagelijks uw datakwaliteitpercentage terugzien. Dat is het percentage wat u hier ziet staan.
Dit percentage is gebaseerd op het aantal goedgekeurde artikelen door de DMS-partij. En dit percentage wordt dagelijks ververst. U ziet hieronder de percentage staan voor etiketinformatie en het percentage staan voor logistieke informatie. Als u een levensmiddelenleverancier bent, dan zult u hier percentage zien staan. En dan ziet u bij drogisterij 100% staan en andersom. Via openstaande acties kunt u zien welke artikelen opgestuurd dienen te worden voor een controle. U ziet hier verschillende kolommen staan met informatie. In de eerste kolom ziet u de GTIN staan, dat is de barcode van het artikel. In de tweede kolom ziet u de beschrijving staan. Zoals u ziet geven wij de demo vandaag met testdata, maar normaal gesproken ziet u hier de beschrijving staan die u zelf in de GS1 datasource heeft ingevoerd. Bij hiërarchie ziet u of het om een basiseenheid gaat, of een tussenverpakking of een omdoos. Bij typecontrole ziet u staan of het om etiketcontrole gaat of om een logistieke controle. Hierachter ziet u ook de deadline van de goedkeuring staan. De etiketoproep in 3 weken voor de ingangsdatum plaats en de logistieke oproep 5 weken. Als deze datum is verstreken, dan ziet u hier ook een rood uitroepteken staan en dient u zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat de controle uitgevoerd wordt. Als u op de GTIN klikt, kunt u nog meer informatie inzien. Hier kunt u bijvoorbeeld de status zien van de etiketcontrole, dat de controle nodig is en dat het product opgestuurd moet worden. U ziet bij de logistieke informatie staan dat het is afgekeurd door de DMS. Dat betekent dat u per e-mail een afgekeurd rapport heeft ontvangen en dat u de aanpassingen in de GS1 datasource dient door te voeren. Vergeet ook niet om na een aanpassing in de GS1 datasource het artikel altijd op te slaan en opnieuw te publiceren. Vervolgens ziet u nog staan dat er geen controle nodig is voor de drogisterij. En dat komt omdat ik nu ben ingelogd onder een levensmiddelenleverancier. Dus dan valt de drogisterijcontrole buiten scope. Bij openstaande acties kunt u nog meer informatie inzien naar wie het artikel bijvoorbeeld opgestuurd dient te worden voor controle. Hieronder bij corrigeerartikeldata kunt u zien welke artikelen aangepast dienen te worden. Dit zijn artikelen die gecontroleerd zijn door de DMS-partij, maar die nog fouten bevatten. Die fouten, zoals ik net al aangaf, ontvangt u per e-mail en deze dient u aan te passen in de GS1 datasource. Ook hier kunt u weer op de GTIN klikken voor extra informatie. Het is ook mogelijk om te zoeken op GTIN of op beschrijving hier rechtsbovenin. En daarnaast kunt u de data ook exporteren naar Excel door op dit icoontje te klikken. In het Excel-bestand kunt u alle informatie in 1 keer terugzien. Dus hier ziet u nu alle artikelen die opgestuurd dienen te worden voor controle. In de eerste kolommen ziet u de GTIN staan, de barcode, de productomschrijving, het hiërarchisch niveau en het type controle. En hierachter ziet u staan of het artikel opgestuurd dient te worden voor controle. En hier ziet u ook nog de datum van de oproep, de deadline en de laatste wijzigingsdatum. In het volgende tabblad Systeemcontroles kunt u alle validaties terugvinden. Er zijn 4 soorten validaties. De eerste validatie is een foutmelding. Een foutmelding wordt gecommuniceerd met de retailer. Dus zorg ervoor dat deze altijd zo snel mogelijk opgelost wordt. Verder kunt u hier ook nog aankondigingen tegenkomen. Een aankondiging is een nieuwe melding die is ontstaan naar aanleiding van een release. 4 keer per jaar vindt er een release plaats en tijdens een release kan er bijvoorbeeld een nieuw veld verplicht worden om ingevuld te worden. Als u hier op de validatie klikt, kunt u zien wat de melding inhoudt en voor welke GTINs deze melding geldt. Zorg ervoor dat dit op tijd aangepast wordt omdat een aankondiging na een aantal maanden verandert in een foutmelding. Verder ziet u hieronder ook nog allergene meldingen staan en signaleringen. Van deze meldingen kunnen wij niet met 100% zekerheid zeggen dat het klopt,
maar kijk het in ieder geval na in de GS1 datasource en als het klopt, pas het dan aan. Ook hier geldt weer dat u op een validatie kunt klikken om te zien om welke validatie het gaat. En hieronder ziet u bij welke GTIN u dit dient aan te passen. Mocht u het nou prettiger vinden om dit overzicht terug te zien in Excel, dan is dit ook mogelijk door hier rechtsbovenin op het icoontje te klikken. En dan kunt u in één overzicht alle validaties terugvinden. Ook hier beginnen de tabbladen weer met de GTIN, de beschrijving, het hiërarchisch niveau. En vervolgens ziet u de type melding. Dus gaat het om een signalering, een foutmelding of een aankondiging. En in kolom H kunt u zien om welke melding het gaat. Hierbovenin ziet u bijvoorbeeld dat er nog een productafbeelding toegevoegd dient te worden aan de GTIN. Het tabblad acties is op twee verschillende manieren te openen. U kunt, zoals ik net deed, via het tabblad scoren naar openstaande acties gaan. En dan kunt u de oproepen voor controle en de systeemcontroles terugvinden. Maar u kunt ook hier direct naar het tabblad acties toe gaan. Het volgende tabblad is het tabblad artikelenoverzicht. Hierin kunt u per GTIN de status zien of het artikel wel of niet gecontroleerd dient te worden. Ook hier ziet u weer verschillende informatie zoals de GTIN, de beschrijving, de hiërarchie en de typecontrole. En hierachter ziet u de verschillende statussen staan. Hier kunt u dus zien of een artikel wel of niet gecontroleerd dient te worden. Via toonfilters kunt u ook nog filteren in de artikelen. U kunt filteren op het type controle, de hiërarchie of de status. Dus u wilt bijvoorbeeld alleen de logistieke informatie inzien, dan kunt u die hier aanvinken. U klikt op toonresultaten en vervolgens ziet u hier bij type controle alleen de logistieke informatie staan. Een controle aanvragen is in principe niet meer nodig. Als u een artikel aanmaakt in de GS1 datasource, ontvangt u automatisch een controle. En als u een GTIN aanpast naar aanleiding van een foutrapport, ontvangt u ook automatisch een controle. U kunt nog wel een controle aanvragen als bijvoorbeeld de ingangsdatum 2-3 maanden in de toekomst is, maar u wilt het artikel wel vast laten controleren. U doet dat door hier op controle aanvragen te klikken. Vervolgens geeft u aan of het om logistiek of etiket gaat. En dan kunt u hier in het venster de GTIN invoeren. Ook is het mogelijk om hieronder de GTIN's te selecteren. U ziet hier bijvoorbeeld dat een GTIN geen controle nodig heeft door de ingangsdatum. Stel u wilt u die nu al laten controleren, dan klikt u op voeg toe. En dan op volgende. Dan ziet u hier nog een samenvatting. Controleer of dit klopt en kies dan voor vraag controle aan. En dan zal de controle aangevraagd worden en zal u van de DMS ook bericht ontvangen. Als u op naar artikelen klikt, komt u weer terug in het artikeloverzicht. En ook voor dit overzicht geldt dat de data geëxporteerd kan worden naar Excel door op dit icoontje te klikken. En vervolgens ziet u in Excel weer dezelfde kolommen als in andere Excel-bestanden, maar dan ziet u hier nu in kolom E staan wat de status is van een artikel. Hier ziet u bijvoorbeeld dat er geen controle nodig is, omdat het een pallet- of emballageartikel is, en dan hoeft het etiket niet gecontroleerd te worden. Of hier ziet u bijvoorbeeld de status dat de controle wel nodig is, en dan dient het artikel opgestuurd te worden naar de DMS-partij. De status kan ook zijn goedgekeurd door DMS, dan is het artikel in het verleden al goedgekeurd en hoeft u niks meer ermee te doen. Ook hier ziet u nog in de laatste kolom de laatste wijzigingsdatum. In het tabblad referenten kunt u de verschillende groepen zien die dezelfde afmetingen en verpakkingstypen hebben. Een referentgroep is dus een groep waarvan de hoogte, breedte, diepte en het verpakkingstype gelijk is. Er wordt niet naar bruto gewicht gekeken. Hier ziet u bijvoorbeeld een GTIN staan, testartikel 36. En daarvan zijn 19 artikelen met dezelfde afmetingen en verpakkingstypen. Dus van al deze artikelen hoeft er maar één artikel gecontroleerd te worden door de DMS-partij.
U bepaalt zelf welk artikel u wilt opsturen en zodra deze is goedgekeurd door de DMS-partij, krijgen alle artikelen met deze afmetingen en verpakkingstypen de status goedgekeurd. Mocht u nou van deze groep een ander artikel dan artikel 36 willen laten controleren, dan is dat mogelijk. Stel u heeft artikel 33 op voorraad en artikel 36 niet, dan kunt u via controle aanvragen, op dezelfde manier als dat ik net liet zien, een controle voor een andere GTIN aanvragen en die vervolgens opsturen voor controle. Hieronder ziet u ook nog een groep van artikelen met dezelfde afmetingen. U ziet hier testartikel 15, die is goedgekeurd door de DMS-partij. Dus dan krijgen de andere artikelen hieronder, met dezelfde afmetingen en verpakkingstypen, de status goedgekeurd door referentkoppeling. Dus dit wordt automatisch gedaan, hier hoeft u zelf niks voor te doen. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de artikelen in de GS1 Datasource dezelfde afmetingen en verpakkingstypen hebben. Dit kunt u ook nog makkelijk nakijken door hier ook weer op het icoontje te klikken om de data te exporteren naar Excel. En dan ziet u hier in één overzicht welke groepen er op dit moment zijn. Dus stel dat van deze groep van 3 artikelen, dat daar eigenlijk wel 10 artikelen van zijn, dan betekent het dat het in de GS1 Datasource niet correct is opgevoerd. Dus als u bij die andere artikelen bijvoorbeeld 121 mm heeft ingevuld in plaats van 120, dan wordt de referentkoppeling niet gemaakt. Ik zou daarom willen adviseren om dit overzicht te exporteren en na te kijken of alle groepen correct zijn aangemaakt. Hier ziet u nog een keer in de losse tabbladen ook de afmetingen en het verpakkingstype en de laatste wijzigingsdatum. Het volgende tabblad is het tabblad DMS. In dit tabblad kunt u als bestaande leverancier uw DMS wijzigen, mocht u dat willen. En als nieuwe leverancier kunt u hier aangeven welke DMS-partij de controles voor u uit gaat voeren. Als u uw DMS-partij wilt wijzigen, dan klikt u hier op Wijzig DMS. Dan geeft u vervolgens aan om welke DMS-partij het gaat, bijvoorbeeld Brandbank. U geeft aan, gaat het om een controlecontract of om een uitbestedingscontract? Controlecontract, dan worden de controles door de DMS-partij uitgevoerd. En bij een uitbestedingscontract zal de data door de DMS-partij worden ingevoerd in het GS1 Datasource of in een Excel-bestand. U klikt op volgende en vervolgens geeft u aan of het om logistiek of etiket gaat of beide. Hier kunt u het contract wat u met de DMS-partij heeft afgesloten uploaden. En hieronder kunt u aangeven wat de startdatum en de einddatum van het contract is. Belangrijk is dat deze datum altijd overeenkomt met de datum die in het contract is weergegeven. Een contract wordt meestal voor een jaar afgesloten. Dus stel u vult de datum van vandaag in. Dan zorgt u dat volgend jaar, 2022, de datum hetzelfde is. Daarna klikt u op volgende. U kijkt nog even na of alles klopt wat u heeft ingegeven en dan kiest u voor wijzig DMS. Controleer ook altijd even of het klopt wat u hier ziet staan. Als u klikt op naar DMS-overzicht gaat u weer terug naar het tabblad DMS en dan bestaat er ook nog de mogelijkheid om een DMS-partij te wijzigen voor specifieke GTINs. U geeft aan of het om logistiek of etiket gaat. En hier kunt u aangeven om welke GTINs het gaat. U kunt de GTINs in dit venster invoeren, maar u kunt ook hieronder GTINs selecteren. Daarna klikt u weer op volgende. U geeft aan om welke DMS-partij het gaat, bijvoorbeeld extract. U klikt op volgende en controleert nog een keer of alles klopt. En vervolgens kiest u voor wijzig DMS voor specifieke GTINs. Ik zal nog even alle tabbladen een keer doorlopen. In het tabblad Scoren kunt u uw datakwaliteitpercentage zien wat dagelijks ververst wordt. En u kunt zien of uw artikelen validatiefouten hebben. Via openstaande acties kunt u zien om welke artikelen het gaat. Maar u kunt ook hier op het tabblad Acties klikken. Hier ziet u onder DMS welke artikelen openstaan voor een controle.
en bij systeemcontrole ziet u de validatiefouten. In het artikelenoverzicht ziet u alle GTINs met daarbij de status, dient het artikel wel of niet gecontroleerd te worden. In het tabblad referenten ziet u de verschillende groepen met dezelfde afmetingen en verpakkingstypen. En in het tabblad DMS kunt u aangeven met welke DMS-partij u gaat samenwerken. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken. U kunt hier informatie vinden over dat het datakwaliteitprogramma vanaf 29 maart 2021 simpeler en betrouwbaarder wordt, maar ook alle overige informatie over het datakwaliteitprogramma kunt u hier terugvinden. Mocht u naar aanleiding van deze webinar nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres account@gs1.nl of het telefoonnummer 020 511 3888.